Administratie en urenregistratie tijdrovend? Niet met Bron. Doe waar je goed in bent. Dan doen wij de rest. Tractorpooling TV wordt mede mogelijk gemaakt door Van den Brink Hoogwerker en Kraanverhuur. En kijk voor meer info op www.brinkkraanverhuur.nl. Wij zeggen opnieuw goedemiddag, in dit geval in Hoogloppland. Om dan zo mogen aftrappen met deze weersomstandigheden vooralsnog, dan lijkt het allemaal lang niet verkeerd. Aan jouw kant gaan we voor de eerste proef trekken. Ja, aan jouw kant heeft de eerste al gereden. Terwijl wij hier met allereerst maar vier op de bal gaan aftrappen van de kant. Bloeris hier de eer heeft om de eerste meters te mogen maken aan de overkant. Maar denk ik, we moeten nog één van het idee winnen dat we er vandaag nog een dagje aan vastknopen. Voor een tweede proeftrek en dat doen wij met de promovenders die vecht voor Leidsbaals in de topgroep met de combinatie strijden. De laatste puntjes op de audio inzet. Volgens mij is dat nu dan ook gebeurd. Tom, je hebt een idee wat er gebeurt, maar de echte sfeer en de echte atmosfeer, die kun je hier natuurlijk opsnuiven. Dus mocht je eigenlijk nog bedenken, mocht het haalbaar zijn, stap gerust in de auto. Want we hebben gisteravond extra parkeertruim vrijgemaakt voor al die bezoekers. Dus ook voor u is een plekje. Misschien mocht je niet zo kunnen, geniet van de livestream. En dan doen wij dat hier van de eerste officiële in de vierde van de stad. En de glimlach bij Hans rondkomt in de laatste paar meters, want heel veel experimenteren. En op die klauwen van Michelins haalt hij de volgende 110 meter net niet. Maar laat de rest er eerst nog maar eens even proberen aan te komen. Met de elftal vandaag, ja, Bastiaan die zei het al even tussen deze lippen door. We gaan nog maar even naar de volgende wedstrijd. En, ja, dat is wel geweest, ja. Zie ja. Er maar eens tussen komen, ja. Dan gaan we eens even kijken of dat we een stukje groen veengeweer hebben aan de intervallen. Met name de laatste twee wedstrijden, iedere keer al eventjes eerder met een kwinkslag uitgedrukt, waarom wil ik altijd water moet blijven toevoegen om grip te houden. Even niet door het masterbeeld heen lopen wat hier geschoten wordt. John Tipper hier even samen met ons inzoomt en kijkt naar de rechts en de bruin is erop klaar. Dat is altijd een positieve ontwikkeling in een wedstrijd, Hidde, als je de deelnemers in de laatste paar meter een steeds grotere glimlach ziet krijgen. Hoor je leidende woorden, voor hetgeen wat allemaal een beetje kan gaan gebeuren, alleen de tijd is het al een de 100 meter in en eigenlijk een klein beetje identiek. Aan de runs die we tot nu toe gezien hebben, maar het was minder ver tegen 100 meter aan dan Henry van Rooselaar zat volgens mij. En ja, zit Henry van Rooselaar stond op de voetbal. Die moeten natuurlijk nog rijden, maar het is vooral de onderlinge strijd daar vanuit, misschien wel een, mag ik dat zeggen, een onverwachts kamp als het gaat over meedoen en presteren, dat is één ding, maar dan ook. Dat zijn die momenten dat ik denk, misschien zou ik ook een bakje moeten genoemd hebben. En als je dan op de baan kijkt, zal hij er even terug. Want hier hebben wij al onze fietscombinatie. Zoals je dit seizoen al meerdere keer uit laten zien. De vent, de hot pepper, Gerland Mouw, die dit seizoen meerdere overwinningen aan zijn tooi heeft gekregen. Die dit evenement mede mogelijk maken vandaag. Aan jouw kant gaan we voor de tweede poging. Dat ziet er beter uit. Ja, ik zie ook, het is de zon, maar het is Luc Spijder. Het is de zon van water die op de bok zit. Ja, dat is het.
uitstraling, dezelfde adrenaline, dezelfde lichaamstaal. Het is fabelachtig om te zien hoe dat, dat van generatie op generatie overgaat. Het is alleen maar ik wil een handen staan te redden. Is het Strijder die hem overdoet? Strijder is gelijk gebleven, dus we kunnen ook niet de afstanden opbetalen. En daar leveren we aan de voorkant van Meijters op in. En dat heeft niet zozeer te maken met een Strijder die minder toegerust is. Hij is wel degelijk lichtvoetig op de vooras. De man die mij ooit wel eens verteld heeft als het gaat over de wat oudere deelnemers. Joh, je moet nooit te vroeg pieken. Als we dat op de competitie afspiegelen, dan heeft hij afgelopen wedstrijd in Lochem zijn eerste podium pas gepakt. Maar misschien is deze passion voor Paul dan niet als echt los. Jan Roosendaal gaat er met flinke vlammen. En combineert alle levenservaring met de laatste newtonmeter die in deze valpaar zit. Aan de zijkant duidelijk zichtbaar, want het is natuurlijk heel makkelijk praten als je daar op je trekt. Kijk, degene die, ja, want als je ziet wat Passion for Power deed, dan heb je natuurlijk wel een motormelder die terugpraat. En daar zijn ze al een aantal wedstrijden naar op zoek. Op deze machine. Want die motor onderin van de explosie is gewoon uit de kwijt. En dan komt dat op deze baan niet zozeer tot uiting. Om daar ging waar deze heren de laatste weken mee aan de volgen. Wat we er eigenlijk wel in verwachten. En dat komt hier niet zozeer tot uitdrukking omdat je in de finale, maar al in de kwalificatie wordt hier een hele, hele zware klap uitgedeeld. Het gaat er al een aantal keer in de Daar is geen twijfel over mogelijk. Petje door. Pakt zelfs nog dit verschilwerking met de voorloop. Dat is ook wel een goed. Voor strijden de strijd onderin. Maar deze wist de wedstrijd in punten te winnen. Deze combinatie Blue Hunter. En heeft zichzelf daarmee een heel stuk van de onderste regio losgemaakt. Als het, ja, dat is dan wel weer opvallend als je ziet dat hij op dit speciale profiel daar maar in putten het een gouden eieren legde. Ja, degene die dacht dat na het zien van Hotpepper ieder fan zwart is, gaan we terug naar de werkelijkheid. Want hier gaan wij rijden met de combinatie diesel dros. Naar een setje banden die onder een andere vent in de supersportklasse volgens mij al wat diensten bewezen hebben. En... Maar het is ook zeker naar het einde van het seizoen toe geen grote fouten maken. Ja. Genieten van het. Heel belangrijk, wie komen daar nog achteraf? Bloeris zit daaronder. Dat was de belofte en die won niet. Dus kijk of hij de goede vorm kan gaan vasthouden in de topklasse. Ja. Een andere vorm van beter weer hier. Hij schrijft tegen een fors stukje differentieelwerking aanlopen in de laatste meters aan de linkerkant van de baan. Zich dan niet met de beste vier kan gaan boeien. Vervolgt dat dezelfde conclusie. Aan deze kant voor 6-15 van Kees Diel. Waarbij we dan zojuist... Durkert deelnemers zich melden. Heel benieuwd hoe ze zich op deze baan kunnen gaan redden. Maar eerst die beauty van het finaal. Die wij in het vooruitzicht hebben. Oh, we hebben een hulpplaats. Die is compleet gedaan. Wat zeg je? Eén keer terug, denk ik. Ja, ik stond mee te luisteren samen met jou. Voor de deelnemer die als vierde geclasseerd is, komt hier ook wel gewoon een klein beetje de factor geluk op de hoek kijken. We gaan het zien. Ja.
Lars natuurlijk rijden met de Ford, Hofpepper met de Fett, en Van Power met de Valtra en hebben we Broggebeer met de John Deere. Wat volledig blauw gedomineerd werd, maar inmiddels zo mooi en kleurrijk geworden is. Daarmee misschien een kleine correctie, maar 98-25 sluit voorlopig om 4 meter aan achter de man uit Putten. Al van waarheid, Arjan, is eigenlijk een hele leugen, hè? Ja. Ja, bedankt, hè? Ja. Ja. Passion voor Power, jongens. Die kiest wel in tegenstelling tot de fan. Stappositie iets meer voor de kijkers aan de linkerkant van de baan. Henry Vroosla de weg gewezen over links. Zou het volgens de top moeten gebeuren. En wat gaat ja, dat? Rechts of gaat die schuin over? Gaat zich bezighouden met die afstand rondom de 98 meter. Dit is ook, ja, in hoeverre wil je in een standaard... Oh, we gaan eerst even aan jou kijken. Ja, dat voel je naadloos aan. Deze kant komt de leider in de competitie als laatste in de finale. En zit hier van Blue Force na de ontwijken van die zwart-witte blokken vlak te kijken. Wat heeft Robbeer in huis om dit nog extra te kunnen brengen? Een hele mooie tweede plaats voor Robbeer. En die jongens van Blue Force hadden de mensen maximaal geslepen. En gaan hier uiteindelijk met de grootste beker aan de hand. Nee, sluit nog aan achter die andere twee. Ach, ik snap dat hij voor het maximale gaat. Maar als je naar de competitie technisch bekijkt, doet hij hier verschrikkelijk goed. Ja, het zal wel. Je moet alles keurig tweede voor de Hofpepper Gelomo. Ik ga even op hetzelfde niveau de kistwissel ontmoeten. En daarna nog een klein stapje voor de mensheid, maar een grote winnende sport maken, namelijk naar plaats nummer 2 in de topgroep. Overwinning dit jaar voor Henry van Rooslaar. De combinatie Blue Force en die prachtige bokalen gemaakt door Perry Kamp voor allerlei constructiewerk. Nou, die kunnen we een boodschap sturen. En voor de eerste klas van de 4-man-ton sportkamp. Hip, 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 hip. Tractorpooling TV wordt mede mogelijk gemaakt door Van den Brink Hoogwerker en Kraanverhuur. En kijk voor meer info op www.brinkkraanverhuur.nl. Administratie en urenregistratietijd rovend? Niet met Bron. Doe waar je goed in bent. Dan doen wij de rest.